Lieve Delftenaren, Koningsdag 2020. En ik sta hier op de markt, op een lege markt in Delft. Het is zo heel anders dan we dat normaal gewend zijn. Dan is het hier volop gezelligheid, mensen lopen hier rond, de harmonie speelt zijn muziek. Kinderen leggen overal kleedjes neer om hun spulletjes te verkopen. We ontmoeten elkaar, dat is het mooie van Koningsdag. En dat is dit jaar heel anders. Maar ook dit jaar willen we wel stilstaan bij een aantal mooie dingen die verbonden zijn met Koningsdag en die ze ons niet kunnen ontnemen, ook dit jaar niet. We zijn blij met onze koning en feliciteren hem van harte. We zingen met elkaar het Wilhelmus. We hangen de vlag uit. Allemaal dingen ten teken van dat we trots zijn op ons koningshuis. En vandaag, misschien juist wel in deze moeilijke tijd, zijn we extra blij en trots op Nederland. Want wat hebben we een prachtig land. Een land met vrijheid en welvaart. Een land waar een regering met gewogenheid en wijsheid nadenkt over wat we moeten doen in deze tijd. Waar er steun is voor mensen die het moeilijk hebben. En waar we een hele goede zorg kennen. Hele professionele dokters, verpleegkundigen en al die mensen die in ziekenhuizen en in de verpleeg- en verzorgingshuizen aan het werk zijn. En daar mogen we ongelooflijk blij mee zijn. Ik wil een paar van die mensen noemen die vitale beroepen hebben in onze samenleving. Ik zei het al, de mensen in de zorg, maar ook politie en handhavers. De mensen die de vuilophaaldienst bemensen. De mensen van Defensie die ingezet worden voor prachtige vredestaken. De mensen in het onderwijs die straks onze kinderen weer gaan opvangen. De mensen bij de gemeente, de mensen bij de post die iedereen kaartjes bezorgen. Kleine lichtpuntjes in een moeilijke tijd. En natuurlijk ook de mensen in de supermarkt, bij de slagers, de bakkers en de groenteboeren die zorgen dat we gewoon gezond eten kunnen, zodat we ook zo gezond mogelijk blijven. Geweldig. Maar bij wie ik in het bijzonder wil stilstaan zijn onze vrijwilligers. Ongelooflijk veel vrijwilligers in Delft die omzien naar elkaar en actief zijn om iets bij te dragen aan de stad, juist nu in deze tijd. We kennen Delft en we weten Delft is goud, maar we zien het nu ook. Een organisatie die ik als voorbeeld wil noemen is het Rode Kruis, die vandaag heel direct betrokken is bij de organisatie van een aantal activiteiten. 150 jaar bestaan Delft, het Midden-Delfland. Ik wil ze feliciteren, maar ik wil ze ook bedanken en in hen bedank ik alle vrijwilligers binnen Delft. Vandaag zijn we trots op Nederland, zijn we trots op Delft. Daarom toch een Koningsdag, omdat ons land, dat mooie land, onlosmakelijk verbonden is met ons Koningshuis. En ik hoop van harte dat u vandaag bij de tv of lekker bij de koffie met oranje soezen, noem maar op, digitaal, toch met elkaar die Koningsdag zal vieren. Want ook al zitten we op 1,5 meter afstand van elkaar, we zijn misschien in deze tijd en op een dag als deze wel dichter bij elkaar dan ooit. Er worden mooie dingen georganiseerd onder leiding van onze mooie club De Burgemeesters. En daar ben ik heel blij mee. Zij brengen muzikaal, creatief en vrijwillig talent, waar we zo rijk in zijn in Delft, bij elkaar. En dat maakt dat u de hele dag al heeft kunnen kijken naar mooie activiteiten. En die vallen ook nog terug te kijken. Ik zou zeggen, doe het. Zodat we toch een oranje feest hebben met een blauw, een Delfts blauw randje. Tot slot zou ik willen zeggen, hou vol. Zie om naar elkaar en maak van deze dag toch nog een mooie Koningsdag. Ik wens u alle goeds en ik hoop tot ziens in de stad.